Superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga jullie vandaag laten zien wat ik op een dag eet. Oftewel de what I eat in a day. En het is niet de usual variant om het zo maar te zeggen. Althans, je zult wel gaan merken en zien dat ik een niet normaal patroon heb zoals de meeste mensen. En dat komt omdat ik aan intermittent fasten doe en dat doe ik nog steeds. Dus ik ga je meenemen in de dag en dus laten zien hoe dat eruit ziet voor mij. Het is momenteel dan ook 8:30 en de waterkoker staat aan voor een kopje thee. En dit is dan mijn ontbijt, om het zo maar te zeggen. Ik ontbijt dus niet. Ik heb mijn eerste ontbijt pas om 12 uur. Mijn eerste maaltijd, moet ik het zeggen. En nu heb ik dus detox thee en een espresso. En ik drink hier vaak nog wat water bij. En dit is het ontbijt voor David dat ik heb klaargemaakt. Misschien wel leuk voor jullie om te zien wat hij dan eet. Aangezien hij wel eet. Dus dit is het voor nu. Het is 11:30 en ik heb al de helft van deze fles leeg. Zodat ik precies weet dat ik 1,5 liter op een dag binnenkrijg. Daarom vind ik flessen handiger. Let niet op de rommel. Ik leef graag in overvloed. Dat houdt in overvloed van rommel. Ik kan er zelf ook niet tegen. Maar 11:30 houdt in dat ik nu toch echt wel ga eten, want ik merk gewoon dat ik een beetje gewoon heel erg honger heb en naar begin te worden. En in principe heb ik gewoon eigenlijk al de hele ochtend honger, maar goed, daar doe ik dan niet zoveel mee. Dat is gewoon een hongergevoel, dat zegt verder niks. Het zegt gewoon verder dat mijn lichaam het eten aan het verteren is wat er nog in zit. Of in ieder geval De vetten en alles wat eigenlijk mijn lichaam nog als reserves heeft, dat aan het verbranden is. En ook gewoon aan het focussen is op het herstel van mijn lichaam. Mocht er iets te herstellen vallen toevallig. Maar nu ga ik middag eten en dat doe ik aan de hand van bolletjes. Ik bedenk me trouwens dat ik geen bolletjes meer heb volgens mij. Oh nee, we hadden brood gekocht, dat was het. Dus ik ga brood eten. Normaal eten we volkoren bolletjes. Maar die hadden ze nu niet meer. Dus ik pak nu gewoon brood. En dit is het brood wat ik gekocht heb. Vloerbrood, geen idee. Het zag er wel lekker uit, dus ik ben benieuwd. Ik pak nou 2 grote snedes en dan kan ik de kleintjes bewaren voor als ik nog een keer een beetje honger heb of zo. Want tussenmiddag wil ik wel echt goed eten. 1 ga ik beleggen met de vegetarische kipworst. Twee plakjes. En een andere boterham smeer ik met gemengde notenpasta. Deze koop ik altijd bij de Action. En dan strooi ik dan nog een klein beetje pure hagelslag overheen. Omdat het anders te droog wordt. Dan mijn middageten en eigenlijk drink ik daar niks bij. Misschien wat water daarna. Ik bedenk me, ik doe altijd meestal 's ochtends een espresso en 's middags een cappuccino. Dus die kan ik er nu al bij gaan klaarmaken. Normaal maak ik cappuccino aan de hand van plantaardige melk, opschuimmelk. Maar die is op, dus nu gebruik ik de cups van Perla voor cappuccino en de Dolce Gusto. Dus dat is helaas niet
plantaardig, maar goed. Ik eet ook geen 100% plantaardig. Ik eet eigenlijk 100% vegetarisch. Smakelijk! Het is momenteel 1 uur en ik merk dat ik nog wat honger heb. Dus ik ga even een handje pekennoten eten. En ondertussen ga ik lekker even de happiness lezen. Yes! Het is... Kunnen jullie het zien? Bijna 3 uur. En dat houdt in dat ik mijn middag... snacks, smoothie, het is eigenlijk gewoon een smoothie, ga maken. En dat houdt in dat ik een gezonde smoothie maak met appelsap, banaan en daarnaast met spinazie en boerenkool. En meestal neem ik dan nog een cacaobal erbij, zodat ik zeker weet dat ik in ieder geval vol zit tot het avondeten. Dus die ga ik nu maken. Een smoothie voor David. Voor de aardbeien smoothie appelsap, 5 aardig grote aardbeien en een banaan. Mix maar. Zo, en dan kunnen we de laatste 2 cacao kokosballetjes erbij eten. Tijd voor het avondeten. En dit is wat we gaan eten. Rijst. De zilvervliesrijst is helaas op. Dus ik gebruik nu gewoon witte basmati rijst. Met oesterzwammen, broccoli en een lenteuitje. Thank you.
Smakelijk! Super leuk dat je weer gekeken hebt naar deze video. Vond je hem nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Zou ik super tof vinden. En abonneer op mijn kanaal mocht je dat niet gedaan hebben. En dan zie ik je heel graag volgende week weer terug bij een nieuwe video. En dat zal zijn een boodschappen shoplog. Want daar vroegen jullie om. Dus die komt volgende week online. Tot volgende week. Doei!